SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd Urk Flavor Boys, gespeeld op zaterdag 25 september 2021. Scheidsrechter is de heer Groenewegen. En onze pupil van de week is Laurens Kapitein. En Laurens ziet u hier op weg naar het doel van Flavor Boys. En nu ziet u hier scoren. Goed, dan gaan we van start met de wedstrijd. Het heeft een tijdje geduurd voordat de derby weer op het programma stond. Maar vandaag was het dan eindelijk weer zover. De laatste wedstrijd tussen de beide ploegen was geëindigd in 0-0. En de toeschouwers die in grote getalen deze keer aangekomen waren op het sportpark De Vormt, 1500 in totaal, hoopten dat er vandaag in ieder geval doelpunten zouden vallen. Het begin van de wedstrijd was natuurlijk een beetje aftasten van beide kanten. Met het meeste balbezit voor Urk. Hier Dick Hakvoort. Die bal inspeelt. William door naar Klaas Ronkers. En dan is het William de Boer met een voorzet die belandt bij de verre paal. En is het via de karambol is het Hesselsnoek. Die Urk al na 12 minuten spelen op een 1-0 voorsprong zet. Dat is natuurlijk een fantastische opsteker voor de ploeg van Gert-Jan Karsten. Hier nogmaals in de herhaling. Bal, voorzet werd aangeraakt. Een vierde verre paal bij Hesselsnoek. En die kan de bal heel simpel binnenkoppen. Droomstart voor Urk. En de ploeg ging daarna gewoon door waar het mee begon. Alhoewel hier komt Flavor Boys eruit. Maar is het Dick Hakvoort die simpel onderschept. Maar zijn paas komt dan niet goed. En dan komt er een sliding voorzet en dan is het bij de tweede paal Ramos. Juri Ramos die net een teenlengte tekort komt. Dat is de eerste kans voor Flavor Boys en daar hebben we toch al een kleine 15 minuten gespeeld. Een inworp voor Flavor Boys. Dat zo tijdens de tweede helft, of tijdens de eerste helft natuurlijk, daar spreken we nog steeds over. Toch iets meer grip op het spel kreeg. En hier verdient het een corner. Wordt hoog volgebracht. Maar weggewerkt door Lucas Nagel. Klaas Rompkes die vandaag in de spits stond. Als vervanger van Lucas Schraal. En hier een duel tussen Richard Strijker en een aanvaller van Flavor Boys. Levert Flavor Boys een corner op en een gele kaart voor aanmerkingen op de leiding van Richard Strijker. Staat natuurlijk nog de corner. Nieuw hoog volgebracht bij de tweede paal. Maar deze kopbal van Timon de Rora is een simpele prooi van Richard Strijker. Die met een snelle spelervatting komt. Via Klaas Rompkes. Lucas Nagel en dan is het toch Flavor Boys wat weer overneemt. Zoals gezegd, we kregen iets meer grip op de ploeg van Urk, maar ook de eindpaas bij Flavor Boys. Daarom brak het deze middag vooral aan. En hier een klein akkefietje tussen Richard Strijker en de speler van Flavor Boys. Maar dat wordt keurig opgelost door scheidsrechter Groenewegen. Het was niet altijd even goed deze middag, maar goed, een derby is zelden goed qua spel. Er is het Rikkelt Nijntjes met een schot en een redding van de doelman van Flavor Boys, Volken Huisman. Zo kabbelt de wedstrijd eigenlijk vrij rustig richting het rustsignaal van de scheidsrechter. Hier een schotje van de linker aanvaller van Flavor Boys. Maar dat is een simpel prooitje voor Richard Strijker. Rikkelt Jan Brands. Dit is een klein beetje symptomatisch voor de laatste fase van de eerste helft.
Veel balverlies, veel uitballen. Flevoboys weer over de linkerkant. De ploeg combineerde redelijk tot de 16 en wist het toen verder meestal niet. Hier een schotje wat van richting wordt veranderd. Gevaarlijker dan het lijkt. De ploeg uit Emmeloord krijgt hier wederom een hoekschop. Kregen er in de eerste helft een stuk of 6, 7. Deze wordt voorgebracht. De kopbal is een makkelijke vangbal voor Richard Strijker. Een ingooi die goed gekeurd wordt door scheidsrechter Groenewegen. Het spel mag door. Dan komt Flevoboys toch wel enigszins gevaarlijk, maar dan is het Ieder Nijntjes. De man die eigenlijk bij Urk zomaar aankwam wapperen en de rechtsbackpositie inneemt. En dat nu al 5 weken naar volle tevredenheid doet. En ook deze corner voor Flevoboys levert helemaal niks op. Dik Hakvoort die een aanval van Flevoboys onderschept. En hier opnieuw. Balverlies leidt. De bal opnieuw aan de linkerkant. Flevoboys heeft wel naar binnen gezogen. Dit is een gevaarlijk schot wat een half metertje over het doel van Richard Strijker zeilt. En zo staat er nog steeds 1-0 in het voordeel van Urk. Urk dat verdedigend tegen het eind van de eerste helft al wat meer te doen kreeg. Maar tot dit moment toch vrij eenvoudig overeind bleef. En hier hoekschop nummer zoveel voor Flevoboys. Die levert opnieuw niks op. En dan zit hier Riekeltje-Jan Brands. De helft van Flevoboys. En erin gooien op Hessel Snoek. Met Klaas Rompkes. Nou, komt er opnieuw Hessel Snoek in balbezit. En die probeert het van afstand. Maar Volken Huisman kan ook deze bal simpel pakken. Riegelt Nijntjes. Opvallend aanwezig, maar een hele goede wedstrijd spelend. William de Boer passeert zijn man. Wil een lage voorzet geven, maar Volken Huisman staat op de juiste plek om deze bal te pakken. En dan is het gelijk rust met een 1-0 voorsprong voor Urk. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Goed, gaan we verder met de tweede helft. Flevoboys had in de eerste helft na een minuut 34 Frits Dantema moeten wisselen. En voor hem in de plek kwam Bas Bakker. De rust hadden beide ploegen voor de rest het team ongewijzigd gelaten. In de eerste 10, 15 minuten van de tweede helft iets meer druk van Flevoboys. En hier een schot van Johan Tiems, maar recht in de handen van Richard Strijker. Dan krijgt Urk aan de linkerkant een vrije trap te nemen. Dan is het Lucas Nagel. De gevaarlijke bal, maar wordt tot corner gekopt door een verdediger van Flevoboys. En William de Boer zal zich met die corner belasten. Komt bij de tweede paal en daar staat Hessel Snoek. Die met een steenharde kopbal de ploeg van Gert-Jan Kassel op een 2-0 voorsprong zet. 57 minuten gespeeld, 12 minuutjes na rust. En toch wel een hele geruststellende 2-0 voorsprong van Urk. En je kunt je afvragen hoe het komt dat Hessel Snoek daar zo vrij komt. Maar goed, niemand van Urk die daar een probleem mee zal hebben. Tweede goal van de man met nummer 7 bij Urk. En natuurlijk een geruststellende, fijne voorsprong voor Urk. Waar ondertussen Jelle de Boer in het veld is gekomen voor Klaas Rompkes. Hier nog een gevaarlijk aanval van Flevoboys, maar het schot gaat naast. En de vlag van de grensrechter ging in de lucht. Dus sowieso geen gevaar voor de ploeg van trainer Karsten.
En hier opnieuw een hoekschop voor Urk. Deze keer is het Lucas Nagel die de bal neemt. Het is Volk en Huisman die in eerste instantie kan redden, maar dan is het opnieuw Hesselsnoep. Die met zijn derde doelpunt van de middag Urk op een 3-0 voorsprong zet. 66 minuutjes gespeeld. En Urk natuurlijk op dat moment in veilige haven. Riegeltje Brans aan de linkerkant speelt op William de Boer. En die probeert het van een metertje of 30. Volker Huisman heeft ontzettend veel moeite met deze bal, maar krijgt hem uiteindelijk toch onder controle. Voordat Pieter Brans gevaarlijk kan worden. Pieter die een paar minuten daarvoor in het veld gekomen was. Als vervanger van Lucas Nagel. Hier ziet u het, 72 minuten bijna gespeeld. En opnieuw een corner genomen door William. En dan zit Pieter Brans met zijn schot, maar dat gaat een paar meter naast het doel van Volker Huisman. Treding op William de Boer. En Urk had natuurlijk geen haast meer bij het nemen van die vrije trappen. Benny Dunnik riekelt eindjes en opnieuw Benny Dunnik. Speelt in op William de Boer. Dan gaat het verder naar Ieder Nijntjes. Op een hele mooie voorzet. En dit is opnieuw Pieter Brans. Die een metertje naast schiet. Dat had zomaar de 4-0 kunnen zijn. Flevoboys in de aanval na een vrije trap. Als je toch Urk wat weet uit te verdedigen. Hier een fout van de nummer 6, Sahit Hassan. En Jelle de Boer denkt te kunnen scoren. Maar het is dezelfde Sahit Hassan die op het allerlaatste moment redding weet te brengen. En zo Flevoboys behoedt voor hun vierde tegendoelpunt. Hier is een overtreding op diezelfde Jelle de Boer. Die levert een gele kaart op voor Ron Jansen van Flevoboys. En natuurlijk een vrije trap voor Urk. Die wordt genomen door William de Boer. Rico Tijntjes ter hoogte van de penaltystip. Doorkopbal, maar die gaat een metertje naast het doel van Flevoboys. Dan zijn we al weer aanbeland in de slotfase van dit duel. Zal trainer Karsten nog drie keer wisselen. Brengt hier Ronald Wezerman, Marine Snoek en Ide den Dulk in het veld. Voor Dick Hakvoort. Hessel Snoek. En William de Boer. En hier is nog een vrije trap. Flevoboys. Genomen door Bas Bakker. En een kopballetje vanaf de 16. En die gaat een meter of twee naast. Hier dan de net genoemde wissels. Minuten 5 voor tijd. Urk kan in principe de wedstrijd gewoon rustig uitspelen. Alhoewel het hier nog steeds Flevoboys is die de bal overneemt. Nog een schot. Maar dan vindt scheidsrechter Groenewegen het genoeg. Van Urk, genieten van een 3-0 overwinning, kunt u nog luisteren naar de interviews met de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Ja, Arjan, met 3-0 verliezen, dat is nooit leuk, maar zeker niet in een derby zoals vandaag. Tegen Urk. Wat ging er mis bij jullie? Ja, heb je even. Maar nou ja, het was gewoon heel slecht. We hebben aan de bal eigenlijk de hele wedstrijd niks laten zien, vind ik. Ja, je weet dat Urk in het begin gaat stormen met heel veel druk. We hadden wel afgesproken om... Natuurlijk hadden we een plan om daar voetballend onderuit te komen, maar dat lukte eigenlijk niet. En hadden we wel afgesproken om af en toe over de druk heen te spelen en Ramos te zoeken, die natuurlijk kopsterk is en balvast is. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar.
Ja, en dan, als we dan een tweede bal hadden, dan waren we hem direct weer kwijt. Dus ik vond qua spelbeeld vond ik de voorsprong van Urk wel terecht. Alleen ja, als je ziet hoe die goal valt, is een beetje geluk, denk ik. En voor de rest beide wat kleine kansjes, halve kansjes, schoten gehad. Maar dat berust ook als ik even kijk naar de eerste helft, want dan krijgen jullie 6 corners met een overwicht aan lengte. En daar gebeurt helemaal niks mee. Dat moet jou wel teleurstellen. Ja, nou, normaal hadden we potters in het veld. Die krijgen ze wat beter voor. Ik vond de corners, er zat allemaal ijs aan. Dus je ziet hoe Urk tweede helft die corners neemt, hoe strak die voorkomen en hoe die van ons voorkomen. Dat is wel een groot verschil. En je zei, we konden niet onder die druk vandaan komen. Je wist van tevoren. Maar met name de twee backspelers van Urk, die stonden heel hoog. Dat wist je van tevoren. Toch kwamen daar heel veel voorzetten vanaf. In de eerste helft ook in de tweede nog. Ja, en op zich hoeft zo'n voorzet vanaf de middenlijn ongeveer. Of halverwege onszelf. Dus in principe niet gevaarlijk. We hadden wel afgesproken om, we wisten dat ze met 3 mannen gingen opbouwen. Om daar proberen druk op te krijgen. Maar ja, die druk die was heel weinig. En de bal kwam nog steeds bij de backs uit, zeg maar. En ja, dat is een fout van onze buitenspelers. En als je dan zo'n hele wedstrijd terugkijkt, je hebt genoeg te bespreken. Hoe was de sfeer na de wedstrijd? Ja, natuurlijk niet positief, maar hoe pakt zo'n groep van jou dat op in de kleedkamer? Nou ja, er was wel eventjes wat ruzie, maar dat is logisch en dat is ook niet erg. Kijk, ik vond dat wij de tweede helft best wel redelijk begonnen. Ik vond dat Urk toen eventjes de eerste kwartier weinig druk op onze achterhoede kreeg. Centraal konden ze wel aan voetballen toekomen. Maar ja, als je dan uit de corner je man laat lopen, die vrij in kan koppen, 2-0. En vervolgens uit nog een corner wordt het 3-0. Ja, weet je, dan heeft niks met voetbal te maken, want het was niet goed. Maar dat heeft alles met scherpte te maken. En op scherpte heeft Urk daarin gewoon dik verdiend gewonnen. En ze waren vandaag in ieder geval heel effectief, want er zijn nog 2 kansjes geweest. Met name in de tweede helft, toen bij 2-0, toen Zandberg alleen op de keeper afging. Ja, toen was het eigenlijk over en uit, hè? Ja, dat was direct na de 2-0. En ja, zo'n bal moet in ieder geval tussen de palen. En daarna hebben we helemaal niks meer laten zien, inderdaad. Tuurlijk hadden wij nog wel een idee van, nou ja, met 2-0 dan kunnen we of nog een spits erbij gooien, wat dan ook. Maar ja, met 3-0 is dat kansloos. Dan heeft dat geen zin. Genoeg stof tot napraten na aanstaande dinsdag met jouw selectie, denk ik. Arjan, heel veel succes en in ieder geval tot in Emmeloord bij de volgende derby, Flevo Boys tegen Urk. Dankjewel. Gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, een hele mooie overwinning. Ik denk het wel. Ik denk dat we niet onze grootste wedstrijd gespeeld hebben, maar wel de zeer verdiende winnaar zijn. En dat niet groots. Als ik zeg dat jullie normaal gesproken goed in balbezit zijn, vooral in de eerste helft ook veel onnodig balverlies. Hoe kwam dat? Is dat toch de spanning die dan op zo'n wedstrijd zit? Ja, of de dadendrang om het heel erg goed te willen doen. Dus soms wil je dan te graag de juiste paas spelen. Terwijl als je hem even gewoon 10 meter naast je speelt. Ik zeg wel eens, als je in de as bent moet je naar buiten. En als je aan de buitenkant bent moet je naar de as. Maar wij deden de meest moeilijke dingen. Terwijl er ook al in de eerste helft zoveel kansen lagen voor Lucas en Rikkel Neentjes om die bal naar buiten te brengen. Nou rustig buiten te sluiten. Ja, dat was gewoon onrustig. En ik zei op een gegeven moment tegen Henry op de bank. Ik zeg, het is een flipperkastduel. Ik zeg, maar we hebben wel geluk dat wij eentje ingeflipperd hebben. Dus dat is altijd makkelijk als je 1-0 voorkomt. En daarna vond ik ons wel langzamerhand de overhand echt nemen. En nou ja, ik deel ook wel dat we de tweede helft begonnen iets moeizamer. Ik moet ook zeggen, dat komt een beetje door mezelf. Omdat we dat in de rust een klein beetje omgezet hadden. Dus de eerste helft speelden we echt met 4-5 man vol druk vooruit. En door de 1-0 voorsprong. En om toch de ambitie om die derby over de streep te trekken. Hebben we ja, misschien wel geheel tegen mijn principes in de tweede helft toch met 3 man druk gezet. En het grappige is dat na de 2-0 de heren spelers zelf besloten om weer met 4-5 man druk te gaan zetten. Dus dat was wel mooi dat de spelers inmiddels al zover zijn dat ze tegen de trainer zeggen we gaan met meer. We doen het anders. Ik zag jou in de eerste helft ook op een gegeven moment het signaal maken van het veld is te lang. Dat ze dichter bij elkaar moesten spelen. Hoe komt dat? Dat ze dan toch te angstig zijn achterin of hoe die aansluiting? Nou, weet je wat de grap is? In de eerste helft was Flevo Boys een paar keer gevaarlijk met een schot uit de tweede lijn. Maar die begon altijd bij een opbouwende pas van ons. En als je dan ten eerste de bal inspeelt tussen de linies in het middenveld en je tegenstander zit kort en goed op, dan moet je gelijk aansluiten waardoor je het compact houdt, want dan kunnen ze niet snel diepte maken. Maar als je die bal inspeelt en je geeft hem aan de verkeerde kleur en je blijft zelf staan, ja, dan kun je alleen nog maar achteruit als verdediger. En dat was vlak voor de rust was toch een paar corners, een paar goede schoten.
een keer van richting veranderd net naast. Dat zag er gewoon niet goed uit. En ik moet zeggen, hoe verdiend de overwinning ook is. Ik vond dit misschien voetballend wel onze minste wedstrijd. Maar ja. Je wint hem wel. En dan met 3 kopgoals van Hesselsnoek. Nou hebben jullie van de week kopspelletjes gedaan. Heeft het daarmee te maken? Nou, dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen. Maar ik moet zeggen, de eerste goal van Hessel, ik weet niet wat hij zelf gezegd heeft, maar dat was natuurlijk geluk. De tweede goal was prachtig. Goed aangesneden, goede loopactie. En die kopte die echt steen en steenhard in de touwen. En de derde, ja, dat kon ik niet helemaal goed zien. Was die officieel van Hessel of heeft die man van Flevo... Want ik heb liever niet dat die man te veel hat-tricks maakt, want hij babbelt aardig nu. Ik heb hem als speaker toegekend aan Hesselsnoek en ik dacht misschien ook een eigen doelpunt. Maar in ieder geval, een hat-trick maken is altijd bijzonder. En dat gun ik hem ook wel. En dan 3 kopgoals. Ja, jullie gaan dat vanavond op een hele mooie manier vieren, denk ik, hè? Nou ja, nu is het een hele mooie manier, maar die bruiloft die bezorgt me al 3 weken eczeem. Maar we hebben sinds die tijd hebben 1 keer gelijk, 2 keer gewonnen. En... we zullen zien hoeveel minuten Klaas Kramer dit seizoen nog maakt. Maar er komt wel een hele dure bruiloft worden voor hem. Wat dat betreft een hele fijne avond. En succes in het vervolg volgende week tegen Buitenpost. Hopelijk weer op veel toeschouwers, veel publiek. Want jullie doen goede zaken vandaag, hè? Nou, ik vind dat als ik hier een oproepje mag doen. Aan het begin van het seizoen waren ze allemaal, en jij ook, allemaal aan het zoeken van wat is nou de ambitie van Urk. Maar... Ik ben dan trainer geweest in de tweede divisie. Maar er zijn niet heel veel ploegen in de tweede divisie die zoveel publiek trekken. Dat is ook een compliment aan Flevo Boys. Tuurlijk, ik weet, het is een aparte wedstrijd. Maar Urk staat op dit moment bovenaan. 5 wedstrijden, 13 punten. Ze spelen aanvallend goed voetbal bij Vlagen. En ik denk dat de jongens met gemak ook wel steun verdienen uit het dorp. En dan zie je vandaag wat er dan gebeurt. En dan is de uitdaging voor de tegenstanders. En een uitdaging voor die tegenstanders, want jullie hebben slechts 1 doelpunt tegen in deze wedstrijdreeks. Dat is een heel knap resultaat. Gefeliciteerd tot nu toe en een hele fijne avond. En geniet ervan, Gert-Jan. Dankjewel.